Ik wil beginnen met Marjolein Moorman. De peilingen zijn stabiel voor de Partij van de Arbeid. U zit zo rond derde, vierde plek, maar heeft zicht op de kopgroep, zou ik zeggen. Het is meer een peloton dan dat het... Ja, dat is natuurlijk... Ja, precies. Nou ja, ik moet me ook niet wagen hoe mensen peilingen lezen, want iedereen leest ze anders. Maar in ieder geval, de PvdA staat er goed voor, zou ik zeggen. Amsterdam is ook een redelijk progressieve stad. U bent wethouder onderwijs geweest. Gelijke kansen komt in veel verkiezingsprogramma's terug. En tegelijkertijd is veel van wat u wilt, hè, u heeft er ook een boek over geschreven, is systemisch. Mm-hmm. Toen dacht ik bijna, hoeveel speelruimte heeft u nog in Amsterdam? Want veel moet in Den Haag geregeld worden. Ik wil u niet wegsturen, maar uw ambities lijken meer op het landelijk niveau aangepakt te moeten worden dan in Amsterdam. Of ziet u nog heel veel ruimte? Ik zie zeker heel veel ruimte, want ik vind dat je verantwoordelijkheid niet ophoudt waar je officiële verantwoordelijkheid ligt. Ik vind dat de verantwoordelijkheid altijd gezien moet worden als waar kan ik een verandering brengen. En ja, het is waar. Ik heb best wel de deur platgelopen in Den Haag de afgelopen jaren. Omdat ik zag dat het nodig was. Omdat veel problemen die we in Amsterdam hebben ook echt daar aangepakt moeten worden. Kijk bijvoorbeeld naar het ontzettende grote lerarentekort dat we hebben. Dat betekent echt dat er meer waardering moet komen voor de leraren. Ja. Vanuit Den Haag, maar we hebben natuurlijk ook gekeken in Amsterdam wat we allemaal kunnen doen. En of dat nou parkeervergunningen zijn, of dat woningen zijn, of dat dat zij-instroomprojecten zijn. Dat zijn heel veel dingen die je ook lokaal kan doen. Oké, dus er is genoeg te doen, zou je zeggen. Ja, en ik vind het eigenlijk altijd je verantwoordelijkheid als wethouder om de ruimte zoveel mogelijk erin te pakken en anderen daarin ook een spiegel voor te houden. En dan heb ik de aanname dat u graag nog wethouder onderwijs zou blijven. Ja, die aanname die mag je doen. Vind ik wel dat we zijn al bijna een beetje zo de positie zijn. Daar moeten we een beetje mee oppassen. Ja. Maar ik heb het wel in de afgelopen jaren ontzettend veel plezier gedaan. En ik ben nog niet klaar. Wat mij opviel tot slot is dat 4 jaar geleden, volgens mij was het ook hier, herinner ik me nog dat er een links pact gepresenteerd werd. Okay. Daar lijkt deze campagne geen sprake van. Nou, maar dat komt ook omdat we natuurlijk in een hele andere omstandigheid zitten. Hè. Destijds waren we met 2 oppositiepartijen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, vonden dat er echt dingen moesten veranderen. Maar landelijk hebben jullie samen een progressief oppositieakkoord geschreven, de landelijke partijen. Ja. Maar in Amsterdam zie ik dat nog niet zo samenkomen. We werken echt ongelooflijk goed samen. Dus op het moment dat je ontzettend goed samenwerkt met elkaar, dan hoef je dat niet de hele tijd te bekrachtigen. Dat ziet toch iedereen. Oké, maar er is nog wel een verschil tussen u twee voor wie er gaat stemmen. Nou, net stond hier Rutger Grootwassink en nu sta ik hier. Dus dat is een verschil. Ja, nee, dat is, daar is nou geen spel tussen te krijgen. Ja, dat is helemaal waar. Renier van Danzig, ook fijn dat u er bent. U hebt ook de peilingen gezien, u staat er ook goed voor. Tegelijkertijd zag ik ook, en ik weet dat u dat een beetje flauw vindt, Volt doet het ook goed. En als je kijkt naar de afweging, dat doet OES ook, van waar komt dat? Dan zeggen ze, veel mensen komen van D66. Heeft u ook niet het idee dat u uw potentieel nog niet genoeg benut in de stad, in de zin van dat Volt in de opmars is? Nou, kijk, geen misverstand. Wij gaan natuurlijk alle deuren langs met de boodschap om op D66 te stemmen. Maar ik moet zeggen, kijk, ik heb Volt nog niet zo heel veel gezien, dus ik ben ook wel benieuwd. Wat wil Volt nou precies met de stad? Ik bedoel, het is een internationale partij, maar wij werken ondertussen ook samen met Barcelona voor het toerisme. We werken samen in Polen voor de dakloosheid, voor de AIDS-bestrijding met San Francisco. Dus wat het dan extra komt brengen, daar ben ik nog niet uit. Maar laat ze het maar bewijzen, zou ik zeggen. Ik zou in ieder geval de D66 punten brengen. Ja, en zou je graag met Volt dan ook samenwerken? Kijk, weet u, iedereen... gaat hier al enorm preformeren. Ik zag net 2 heren waarvan ik denk, die zal ik nog eens een kopje koffie bij mij in het café aanbieden. Want daar moet nog wel even wat gebeuren voordat die aan de tafel gaan. Ik ga daar niet te ver op speculeren. Eerst maar even verkiezingen. Nou, dat is sowieso de logische volgorde. Dat is ook hoe het gaat. Laten we dan snel richting de thema's gaan. En dan wil ik eigenlijk beginnen met uw thema. En u wilt het graag hebben over gelijke kansen. En u wilt het graag hebben over ongelijkheid in de stad. Dus ik wil u ook vragen, waarom moeten we het daar kort vanavond over hebben? En wat staat er voor u daarin op het spel? Nou, je zei het eigenlijk net al. Er zijn best wel veel crisissen geweest in de afgelopen tijd. Ik ben met ontzettend veel liefde en energie wethouder onderwijs en armoede geweest in de afgelopen 4 jaar in deze stad. Maar we hebben wel te maken gehad met bijvoorbeeld een enorm groot lerarentekort. Een coronacrisis die daar nog eens een keer overheen is gekomen. En wat die crisissen in het onderwijs hebben laten zien is dat die ongelijkheid die er eigenlijk ook al heel erg was,
dat alleen maar vergroot. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een lerarentekort, dan slaat die niet gelijk neer op de hele stad. Je ziet dat met name in de wijken, waar het al moeilijker is, dat lerarentekort zo 3 keer groter is. En je ziet ook dat de impact van corona en de schoolsluitingen als gevolg daarvan vaak een veel groter effect hebben op de kinderen die het al moeilijker hebben. En daarom heb ik in mijn beleid de afgelopen jaren steeds gezegd, als je ongelijkheid echt wil bestrijden, dan moet je dat doen met ongelijkheid. En daar is ontzettend veel te doen. We hebben ook veel gedaan. Bijvoorbeeld een bonus voor leraren, juist op die plekken waar het hardst nodig is. 6500 laptops voor de kinderen meteen toen de coronacrisis uitbrak. Maar ik heb ook gezien dat het nog lang niet klaar is. Dat er nog ontzettend veel ongelijkheid te bestrijden is. Dat we die ongelijkheid met ongelijkheid moeten blijven bestrijden. En dat zou ik heel graag willen blijven doen de komende 4 jaar. Ja. Tegelijkertijd, als ik uw programma lees, dan lees ik daar ook in. Ongelijk investeren op plekken. Hè, en juist op de plekken waar het hardst nodig is. Ik lees daar ook gelijke kansen. Ik lees eigenlijk, als we het hebben over de waarde die daaronder ligt, zit er eigenlijk niet zoveel verschil tussen jullie beide programma's. Dat vind ik ook een compliment, hoor. Want het is bij heel veel partijen ook gewoon overgenomen. Dus dat is eigenlijk ook wel heel mooi. En toch... Het is altijd hier een beetje de race wie het eerste deze slogan claimt. Ik heb hem vandaag al 4 keer door langs. Nee, maar dat is prima. Maar ik denk dat heel veel mensen die thuis kijken vooral heel erg benieuwd zijn naar wat de plannen dan zijn en ook waar de verschillen zitten. En als we het daarover hebben, dan over die ongelijkheid, dan zie ik wel een paar verschillen. Ik ben benieuwd hoe u ernaar luistert. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de rol van categorale scholen in de stad, hè, dan zegt u eigenlijk, dan moeten we niet meer uitbreiden. We mogen niet meer nieuwe categorale scholen. Maar terwijl jullie ook zeggen, wij willen op elk niveau aan kinderen onderwijs aanbieden en categorale scholen horen daarbij. Daar zit een verschil. Hoe luistert u naar het verhaal van Marjolein Moorman en waar zit dan de nuance? Want jullie werken aan hetzelfde doel, maar de route is anders. En dat ze ook andere uitkomsten hebben, denk ik, in hoe de stad eruit ziet. Kijk, we staan hier uiteindelijk als twee onderwijspartijen. D66 is natuurlijk echt de onderwijspartij met hoofdletter O. En doet u hetzelfde terug, hè? Nee, zeker. Maar ik wil mevrouw Moorman een compliment maken. Mevrouw Moorman is altijd actief bezig geweest, prachtig boek geschreven. Ik denk dat er een paar verschillen zijn. Kijk, D66 zegt, wij vinden dat elk kind, ongeacht waar hij vandaan komt of wat de achtergrond is, alles uit zijn talent moet kunnen halen. En dat zal voor sommige kinderen een categoraal gymnasium zijn. Voor andere kinderen is dat een fantastisch mbo. Voor sommigen is het een technasium. En voor anderen is het een vakopleiding in de horeca, misschien wel meteen aan het werk. Dus ik denk dat je in zo'n diverse stad als Amsterdam eigenlijk al die verschillende vormen nodig hebt. En ik wil gewoon niet dat je elk individu door hetzelfde malletje perst. Dus dat is denk ik echt een verschil. En kijk, tegelijkertijd is onderwijs ook wel, hè? En dat zie je echt, per plek, echt nog veel te verschillend. En wat ik bijvoorbeeld echt een steen des aanstoots vind, en ik denk dat we er echt wat aan kunnen doen, want ik ben uiteindelijk maar een praktische jongen, zijn eigenlijk 2 dingen. De luchtkwaliteit op scholen. Je hebt in deze pandemie nog 45 scholen waar gewoon de luchtkwaliteit niet op orde is. Kunnen we volgens mij morgen met vereende kracht aan de gang. Ik kan niet goed timmeren, maar ik help graag. Ja, 2. Het andere is gezonde schoollunch en schoolontbijt. Het ligt al 9 maanden een voorstel van D66 te wachten op een positief advies. En ik geloof helemaal niet dat we daarover oneens zijn, hoor. Oké, maar u heeft kritiek op de uitvoering. U zegt dat kan een tandje sneller. Nou, ik denk dat we het vooral concreet moeten maken. Okay. Want ik vind dat je wethouder bent in de stad. Dan moet je concrete dingen doen op scholen, in lokalen. En dat is in ieder geval de aanpak die ik voorsta. Heel veel dingen. Nou, ten eerste, dank dat u zegt, 2 onderwijspartijen. Inderdaad, PvdA, ook absoluut de partij van het onderwijs, maar niet alleen zelf benoemd, maar ook door het gewoon te doen. En tegelijkertijd vind ik ook dat u de vraag die eigenlijk aan u werd gesteld toch een beetje vermeed. Want er was een belangrijke vraag, namelijk hoe kijkt u eigenlijk naar waar kinderen terechtkomen? Wat wilt u met categoraal onderwijs? En ik heb nergens in het programma van de Partij van de Arbeid hetzelfde malletje zien staan. Het staat er namelijk ook niet in, want wij zijn daar helemaal niet. Dat was ook geen verwijt aan u, hè? Nee, u zei maar dat is een verschil. Maar dat is dus geen verschil, want ik vind ook niet dat alle kinderen. Dus u bent ook voor dat er categorie. Nee, maar ik ben waar ik wel voor ben, is dat kinderen de tijd krijgen om een talent te ontplooien. Dat je ze niet op 11-jarige leeftijd al uit elkaar haalt als een soort schoolbak, waarbij we in 7 verschillende type scholen kinderen allemaal een hokje zetten. Daar ben ik inderdaad niet voor. En dat zie ik veel te veel gebeuren in deze stad. Kijk, wat ik wel moeilijk vind van bijvoorbeeld categoraal gymnasiumonderwijs, is dat meer dan 90% van de ouders van de kinderen die daar zitten een hoge opleiding hebben.
zelf hoog opgeleid zijn. Daarmee trekken we kinderen op jonge leeftijd al helemaal uit elkaar. En ik denk, juist in een samenleving waarin we steeds meer verdeeld raken, waarin we steeds minder naar elkaar omkijken, waar er zoveel ongelijkheid is, maar juist empathie zo belangrijk is, ook voor de leiders van onze toekomst, dat het belangrijk is om te investeren in brede scholen, in brede brugklassen. Daarom hebben we ook de brede brugklasbonus. En ik zeg niet, categoraal onderwijs moet weg. Dat heeft u mij nooit horen zeggen. Nee, maar niet uitbreiden, zegt u. U zegt niet uitbreiden. Ik zeg alleen, 7 gymnasia in onze stad. Dat lijkt mij wel voldoende inmiddels. Nou, we kunnen hem even afvinken, want ik wil ook nog even uw reactie nog wel horen op die ventilatie en die gezonde schoollunch. Want dat was een concreet punt. Ja. Maar eerst dan even de categorale aftikken eigenlijk. Marleen Mormel zegt, ik zie toch wel een probleem dat als we dat te veel stimuleren, dat we toch segregatie in de stad in zekere zin in de hand werken. Want er zitten veel kinderen met hoogopgeleide ouders. Kinderen komen elkaar minder tegen in zo'n brede brugklas, waar u ook voor bent. Daar zijn we ook voor. Zeker. Is dat minder. Dus waarom zou je dan nog categorale scholen stimuleren extra? Dat is eigenlijk wat ik hoor in Marleen Mormel. Mag u daar nog even kort op reageren? Nee, zeker. Maar kijk, wat ik altijd ingewikkeld vind, is dat we net doen alsof er niet ook gewoon kinderen zijn die daarbij gebaat zijn. Ik ben helemaal met mevrouw Moorman eens dat je moet zorgen dat het niet alleen maar kinderen van hoogopgeleide ouders zijn. Ik heb zelf op een gymnasium gezeten. Dat was echt niet zo divers, dat realiseerde ik me ook. En misschien had ik achteraf niet zo heel veel aan Latijn gehad. Maar ik kan me voorstellen dat je voor andere kinderen ook wil stimuleren dat ze daar komen. Dus ik ben daar gewoon niet. En u zegt, als de vraag daarna groter is, dan moeten we daarin proberen dat te faciliteren. Kijk, in Amsterdam is een superdiverse stad. Ja. Meer dan 800.000 inwoners. En je moet zorgen dat je zoveel mogelijk verschillen biedt voor zoveel mogelijk verschillende talenten. Okay. Misschien mag ik dan afsluitend wat zeggen over wat we volgens mij echt vaak vergeten, dat is de discussie over het mbo. Daar is nog zoveel te winnen. Ik werk samen met allemaal fantastische mbo'ers bij mij in de onderneming. Goede koks, maar we hebben nog zoveel behoefte aan goede gastheren. Laten we nou proberen dat onderwijs. En daar hebben we al heel veel aan gedaan dat dat ook bovenaan staat. Okay. Ik vind het zelf ongemakkelijk dat we het meteen over gymnasia hebben, terwijl zoveel kinderen op het mbo zitten. Heel goed, maar ik denk dat dat ook een pleidooi is wat u niet zou willen ontkrachten. Misschien nog absoluut wel even kort. Ik vind het heel belangrijk dat we echt veel aandacht hebben voor het mbo. En dat daar ook zeker, en want dat vind ik soms ook moeilijk, het lijkt soms in ons onderwijssysteem of het alleen maar goed als het zo hoog mogelijk is. En dat we het ook praten over hoog en laag en alsof daar een enorme hiërarchie in zit. Terwijl juist dat mbo zo ongelooflijk waardevol is in onze stad. Ja, tegelijkertijd heel vaak bij discussies merk ik ook dat mensen achteraf zeggen, ik was het eigenlijk met alles eens. En toch dacht ik, wat betekent dit voor mijn schoolgebouw, voor mijn kind? Absoluut. En misschien dan toch dat punt van ventilatie, maar laten we hem iets breder oppakken. Want een van de dingen waar je natuurlijk als wethouder of als gemeente wel echt een taak hebt, dat is de staat van de schoolgebouwen. Zeker. En ook de uitbreiding van de schoolgebouwen. We zijn verplicht. Hè, dan heb je het weer over die verantwoordelijkheid om een schoolgebouw inderdaad op het moment dat het gesticht moet worden, om dat ook te bieden. Het is wel zo dat ook onder aanvoering van D66 er wel iets veranderd is in de wet, waardoor het onderhoud van de schoolgebouwen uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. Maar ik vind, en dat vind ik een terecht punt, kijk, die ventilatie, het is grappig, want toen ik zelf nog raadslid was in 2014, toen kwam ik erachter dat de luchtkwaliteit in heel veel klaslokalen slechter is dan in gevangenissen of varkensstallen. Dat was echt een onderzoek, daar was dat in getoond. En wat blijkt nou ook, je leert ook echt slechter in een slechte lucht. Dus als je het over kansenongelijkheid hebt, dan heeft dat wel degelijk, want mensen denken misschien, waarom hebben we het hier over onderwijs, waarom hebben we het over ventilatie? Het heeft met elkaar te maken. Dus ik heb destijds een initiatiefvoorstel ervoor ingediend, en daar is ook een heel mooi programma uitgekomen. Gezonde schoolgebouwen Amsterdam. Ja. Het heeft overigens Simone Kukenheim echt met heel veel vaart ook opgezet. En inmiddels hebben we al bijna 40 miljoen in Amsterdam uitgegeven aan extra luchtfilterinstallatie in schoolgebouw. En het mooie daarvan is, of mooi, want het is eigenlijk verschrikkelijk, toen COVID kwam, toen bleek dus dat Amsterdam inmiddels, doordat we daar zo ontzettend in geïnvesteerd hadden, een enorme voorsprong had op allemaal andere Maar goed, er zijn nog steeds iets van 10, 11 scholen zeker, die de ventilatie niet op orde hebben. Ja, over de 40. En ik vind echt in deze tijd van een pandemie, en ik zeg helemaal niet dat mevrouw Moorman heeft liggen pitten of zo. Want sneller. Sneller. En laten we nou die praktische dingen hebben. Want nogmaals, al die dromen voor de stad is heel goed, maar wij worden afgerekend op wat we realiseren. Ja. En dit kunnen we gewoon regelen. Okay. Ik wil nog even dan ik ben het daarmee eens. En daarom hebben we nu ook aan alle scholen CO2-meters zijn we aan het verspreken. Ja. Dus, want juist nu, en gelukkig
gelukkig hebben we ook, doordat COVID nu gekomen is, en dat is heel naar, maar soms moet je van een crisis juist ook een kans maken. Kijk, er waren scholen die daar niet aan mee wilden werken, want je kan niet opleggen, omdat het de verantwoordelijkheid is van de scholen. Ja. Zij moeten daaraan meewerken. De gemeente betaalt 80%, waarbij het Rijk pas vorig jaar is begonnen met 30%. De gemeente betaalt 80% van die kosten. Maar toch waren de scholen die niet mee wilden werken. En het mooie is nu wel dat omdat we nu ook echt door die crisis bij alle scholen hebben benaderd. En alle scholen. Maar ik wil in als we het over gelijke kansen, dan zou ik het vrij bizar vinden als we niet ook even een paar minuten pakken om het grote probleem in het Amsterdamse onderwijs, het lerarentekort, nog even beter pakken. Want ik bedoel, als er geen leraar is, zit je ook niet op school, heb je ook geen last van ventilatie. Dus we moeten dat in de getrapte goed oplossen, zou ik zeggen. Dit is absoluut probleem nummer 1. Ja. En ik wil dan eigenlijk eerst beginnen, wat is het belangrijkste wat er op dit moment, want er is een hoop gedaan, hè? Er is voorrang, dan hoeven jullie dat niet allemaal uit te leggen. Er is voorrang gekomen voor onderwijspersoneel op een aantal woningen. Er is een bonus voor leraren en zelfs op scholen waar het moeilijk is, een nog grotere bonus, zodat je leraren in de stad hebt. En toch, het is gegroeid. Wat moeten we nog meer doen? Hier zit denk ik een gedeelde frustratie van ons allebei. Want in de afgelopen 4 jaar is dat lerarentekort opgelopen. Ja. Wat je nu ziet, is dat 10.000 kinderen in Amsterdam zonder vaste leerkracht zitten. 10.000, hè? Dat is ongeveer een half Ziggo Dome. Ik vind dat echt absurd. Ja, wat dus moeten we nu doen? Nou, volgens mij moet je eerst zeggen, dit gaan we oplossen. En dit gaat echt naar nul. En ik denk dat het kan. Laten we nou beginnen met elke school die een leraar tekort komt, aan die leraar aan een woning te helpen. Of dat nou een koopwoning is, een sociale huurwoning of een middenhuurwoning. Geschikt voor je gezin, dat is prioriteit 1. En dat betekent inderdaad ook dat anderen iets langer moeten wachten. Het derde wat we moeten doen, dat noemen wij 3 keer 20%, is 20% minder werkdruk, 20% meer salaris en 20%, ik maar zeggen, meer opleiding, meer stimulering, is denk ik heel belangrijk. Oké. En een ander ding wat ik dan toch, want ik merkte daarmee denk ik ook wel een verschil, het komt niet in uw programma terug, namelijk is, u bent ook voor hybride docentschap, hè? En dat is eigenlijk dat mensen naast hun baan ook lesgeven op scholen. Zeker. Ik denk dat het op dit moment nog veel te ingewikkeld is om 1, 2 of 3 dagen in de week voor de klas te staan. Ik zou het zelf graag doen, maar ik heb het wel eens opgezocht. Nou, dat is echt lastig te combineren. Dat moeten we stimuleren. Daarbij heel eerlijk gezegd, iedereen die een kind onderwijs wil geven, heel hard nodig is dat. En dat is denk ik een interessant punt om het over te hebben. Omdat we aan de ene kant een leraar voor de klas willen hebben. En ook daarin natuurlijk moeten sturen op wat voor manier willen we dat vormgeven dat die docenten er zitten. Hoe ziet u dat voor zich? Zou zo'n hybride docentschap een goede vorm zijn? Ik vind het niet zo interessant om het erover te hebben, want we doen het al lang. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik heb een ambtenaar van mij, Anna, die is inderdaad hybride docent. Die werkt 2 dagen voor de gemeente en 3 dagen staat ze op een basisschool voor de klas. En het fijne daarvan is dat zij ook de kennis van het onderwijs terugbrengt bij haar collega's van de gemeente en over en weer. Dus die hybride docenten, dat doen we al. Maar ik wil toch graag verbreden, want hier is echt een crisis gaande. En het is niet een crisis die ineens is ontstaan. Het is iets wat we echt al heel lang hebben zien aanrollen. Wat eigenlijk al 10 jaar geleden heel erg veel mensen voor aan het waarschuwen waren. En wat we gewoon hebben veronachtzaamd. En een van de dingen die mij echt soms wakker houden 's nachts is dat lerarentekort. We hebben op dit moment een tekort van 534 leraren in het basisonderwijs. Dat betekent gewoon dat al die klas geen vaste leraar voor de klas hebben. We zijn de afgelopen jaren, en ik heb daar overigens ook altijd echt steun gekregen hoor, van de heer Van Danzig ook, hebben we echt alles gedaan. Ik weet nog dat ik in het eerste jaar startte met bij mijn eigen ambtenaren gewoon vragen, wie heeft hier een bevoegdheid en ga hier allemaal voor de klas? En iedereen zei, dat is toch geen beleidswethouder? Ja. Ik zei, nee, dat snap ik wel. Maar op het moment dat het huis in brand staat, dan ga je ook niet een brandplan maken. Dan ga je gewoon blussen. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaren steeds hebben gedaan. Dus of het nou, het is alle leraren die geen parkeervergunning hebben, die kunnen er 1 aanvragen. Ik ben het heel blij met wat u zegt over woningen. Want ik vind echt dat we de woningen inderdaad we hebben 62 leraren nu een woning kunnen geven. Veel te weinig. Dat zijn 62 klassen, 1500. Maar u noemde zelf brandje blussen. Dat is toch ook uiteindelijk brandje blussen. Ik wil dan tot slot nog even horen, wat zou er nou nog extra? Nou, dan hebben we toch echt wel Den Haag nodig. En ik heb wel eens het verwijt gekregen dat ik te veel met Den Haag bezig was. Maar dat was echt om een reden. Ik ben ontzettend blij dat die loonkloof, waar we zo hard voor hebben gestreden, waar we continu druk op hebben gezet, dat die loonkloof nu eindelijk in het regeerakkoord staat. Maar dat was
echt de afgelopen 4 jaar, terwijl hier inderdaad de brand uitbrak, was het gewoon onbespreekbaar. Okay, dus u heeft daar Den Haag voor nodig. Okay. Heel kort, want dan wil ik naar uw thema toe. Ja, kijk, het is natuurlijk eens, hè, dat salaris is belangrijk. Maar nu ligt de bal wel bij de gemeente. En nou zullen we al die dingen met huisvesting, werkdruk, fijne baan, zullen we nu moeten doen, zullen we morgen moeten doen. Dan ben ik ervan overtuigd dat we het naar nul kunnen brengen. Eens, zie ik u zeggen. Nee, ja, ik alle steun die we kunnen geven om te zorgen dat kinderen hier gewoon een goede leraar voor de klas hebben, is ontzettend welkom. Nou, u maakte zelf ook al een bruggetje richting wonen. Dat thema kwam ook al in het eerste stuk langs. Dat was het thema wat u wilde meenemen. Ik wil even voor de mensen thuis, want het woord middenhuur gaat vaak vallen. Dat is van 752 tot 1050 euro. Nou, dat weet ik niet hoor. Meestal zegt D66 tot 1200. Nou, u heeft ons programma denk ik een beetje scheef gelegd. Ik heb het in uw programma, heb ik het gelezen. In ieder geval 752 tot 1050 euro. Ja. U krijgt ook even kort de kans om te introduceren. Waarom moeten we het daar vandaag over hebben? Amsterdam staat midden in het oog van de storm van de wooncrisis. En voor één groep voltrekt zich wat mij betreft echt een stille ramp. En dat zijn de middeninkomens. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel iemand kent uit zijn omgeving die gedwongen is de stad te verlaten. Ik heb zelf collega's gehad, mensen uit mijn voetbalteam die een nieuw kindje kregen, die de stad uit moesten. En kijk, dat zijn echt geen zielige mensen. Hè? Dat zijn mensen met een middeninkomen, maar die vallen overal tussen wal en schip. Ze kunnen geen sociale huurwoning huren, verdienen ze te veel voor. Een koopwoning, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. En dat betekent dat je weg moet bij je vrienden, weg bij je collega's en dat je het Amsterdammerschap verliest. En dat betekent ook dat D66 echt een duidelijke keuze maakt voor die middeninkomens. Ze zullen dat gat gewoon moeten dichten. En ik zal daar straks wel op aangevallen worden dat wij die duidelijke keuze maken. Maar voor mij is Amsterdam pas Amsterdam als we een stad zijn waar iedereen een gelijke kans heeft op een woning en geen stad van arm of rijk met niks ertussenin. Ja. Ja, en dan even, dan hebben we dat gemarkeerd. U zegt eigenlijk in die verdeling, hè, 30% sociale huur, 40% middenhuur, 20% vrije sector. U zegt, we houden het bij 40, 40, 20, zoals het nu is. Mag ik daar wat op toelichten? Want dat is... Dat klopt niet? Nee, jawel, maar het is denk ik goed om het een klein beetje in de context te zetten. Wij hebben daarvoor gekozen, omdat je dan veel meer woningen kan bouwen. En ook nog wat geld die we met de grondopbrengsten verdienen, kan gebruiken voor het onderwijs, voor armoede. Okay. Voor de kaders en bruggen, voor de infrastructuur. Ja. We hebben echt geld nodig in de stad. Dus het is belangrijk dat er wel bij vertoont. Ja, oké, prima. Als ik kijk naar wat jullie delen, dan is dat best wel veel in de zin van, hè, er wordt gewerkt aan een woonplicht, of die is eigenlijk al ingevoerd vanaf 1 april. Antispeculatiebeding, voorrang voor kernberoepen, hoeven we allemaal niet te debatteren. Daar zijn we het over eens. Maar toch zijn er verschillen in jullie programma's, in keuzes die je maakt. Hoe luistert u naar het verhaal van Renier van Danzig en waarom maakt u andere keuzes? Nou, ik denk eigenlijk dat we op de middenhuur helemaal geen andere keuzes maken. Daar maken we volgens mij exact dezelfde keuzes. Namelijk dat 40% van hetgene wat gebouwd moet worden ook middenhuurwoningen zijn. Dat we moeten zorgen dat middenhuur ook middenhuur blijft. Volgens mij is dat nog wel een klein verschilletje. Wij willen dan eeuwigdurende middenhuur. Dus op het moment dat het een middenhuurwoning is, dat je dat die daarna niet als hij weer naar een volgende huurder gaat, weer door het dak gaat. Nee, we zeggen hou hem vast eeuwigdurend. Nou, volgens mij zit daar wel een verschil. En wij hebben ook de afgelopen jaren steeds gezegd, als je dan echt middenhuur wil houden, dan moet je ook zorgen dat je wat doet aan het puntensysteem. Zijn we heel lang, en misschien is dat een beetje technisch, maar een woning die wordt gewaardeerd volgens een puntensysteem. En dat geldt eigenlijk alleen maar voor de sociale sector. Maar als je dus boven die grens van de sociale sector komt, dan komt die meteen in de vrije markt. Dus de PvdA heeft al heel lang gezegd, nee, je moet zorgen dat je ook dat puntensysteem doortrekt voor de middenhuur, zodat je het middenhuur kan houden. En ik ben heel blij dat ook D66 nu zegt, nee, het heeft even geduurd voordat D66 dat zei, maar ook nu zegt dat we de belegger tegengaan. Dus, want dat is natuurlijk ook toch, ja, de belegger is vaak wel de beetje de vijand van de middenhuur. Ook daarvan hebben we vaak gezegd, daar moet je wat aan doen. Tegelijkertijd, eigenlijk over middenhuur. Dus ik zie eigenlijk eerlijk gezegd heel erg weinig verschillen. Dus we kunnen proberen daar een debat over te voeren. Nou, dat hoeft ook niet, maar waar het wel om gaat, natuurlijk, vervolgens moeten die woningen gebouwd worden. Ja. Het is heel mooi dat we zeggen wat we willen bouwen. Tegelijkertijd de afgelopen jaren, de ambitie van 7500 is niet elk jaar gehaald. En u heeft uw ambitie opgehoogd naar 9000 woningen per jaar. U heeft die 7500. Tegelijkertijd willen we meer eisen stellen aan wie die woningen bouwen. Hoe gaan we dan zorgen dat die woningen er nog komen? Wat is de belangrijkste manier om dat te doen? Dit is denk ik verreweg het belangrijkste thema. Even een paar dingen vooraf. Kijk, we gaan het alleen maar bijbouwen
de wooncrisis niet oplossen. Daar moet je stevig voor reguleren. Je moet zorgen dat mensen geschikter wonen. Hè? Want wat ik een verschrikkelijk staatje vind, is dat de helft van de Amsterdammers te klein of te duur woont. Daar moet je echt wat aan doen. Je moet zorgen dat dat beter gaat. Mensen in een fijner huis zitten. Maar bouwen is wel degelijk een oplossing. Dus we moeten op alles zetten om zoveel mogelijk woningen te bouwen. En dan heb je de markt ook wel nodig. Kijk, uiteindelijk bouwt Amsterdam geen woningen. Ik weet Rutger Groot-Wassink graag een eigen woningcorporatie wil besturen. Maar we hebben er al 8. En iedereen weet hoe het gaat. Maar ik wil hem toch even concreet maken. Welke afspraken maak je? Bijvoorbeeld zeg je voor 25 jaar leggen we de huurprijs vast. En daarnaast weer meer ruimte. Of zoals de PvdA zegt, we willen dat eigenlijk eeuwigdurend vastleggen. Dat het niet verdwijnt. Daar maken jullie een andere keuze. Zeker. Ik ga daarop komen. Dus ik denk wat heel belangrijk is, dat je iedereen, dat wil ik ook heel graag, om tafel zet die veel woningen bouwt. Dan heb je het over pensioenfondsen, heb je het over woningcorporaties. En dan heb je het misschien over andere ontwikkelaars die wij allemaal nodig hebben om te bouwen. Wat je vervolgens bovenaan moet zetten is, het moet betaalbaar en het moet duurzaam. En met woningcorporaties, voor wie ik een grote rol zie in dat middensegment, kan je het inderdaad eeuwigdurend afspreken. Met institutionele beleggers kan dat, maar dan moet er heel veel geld van de gemeente bij. En nogmaals, dat gaat uiteindelijk ook ten koste van armoede, okay, ten koste van kaders en bruggen. Ik denk dat 30 jaar al een hele lange tijd is, maar ik vind het wel belangrijk. Beleggers mogen het niet verkopen voor de hoogste winst. Het moet gereguleerd zijn en daar ben ik heel erg veel in. Ja, ik denk dat u nu wel het grote verschilpunt te pakken heeft. Want eigenlijk zit het dus niet in die middenhuur. He, want daar zijn we het eigenlijk aan iedereen die de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, ziet dat we het daar volledig eens zijn. Maar als ik dit hoor, dan hoor ik inderdaad beleggers voorbij komen en dat we wel zoveel mogelijk geld uit de grond moeten halen. En daar zit precies het grote verschil. Kijk, de helft van de Amsterdammers heeft een inkomen waarmee ze in de sociale huur terecht kunnen komen. Voor het eerst in de geschiedenis, en echt voor het eerst in de geschiedenis, is het aantal sociale huurwoningen kleiner dan het aantal Amsterdammers wat er aanspraak op kan maken. Dat is nog niet eerder gebeurd. Dat is echt voor het eerst. Omdat die middenin. En wat zegt nu D66? Die zegt niet, wij willen voor meer middenhuur gaan we. Nee, zij willen juist het hogere segment, waarvan vorige week opnieuw is gebleken dat daar juist ontzettend veel woningen al terechtkomen. Hè? De dure huur- en koopwoningen. Ja. Dat daar juist enorm veel voor wordt gebouwd. Sterker nog, dat die leeg staan. Ja. Omdat er niet genoeg mensen zijn die dat kunnen betalen. Daarvan zegt D66 eigenlijk, daarvan willen we er meer hebben. Want daar kunnen we aan verdienen. En dat doen we ook nog eens een keer ten koste van die sociale huur. Want daar gaan we dus vanaf. Hè. Dus eigenlijk is het een soort taart. En het stuk van het, hè, dus voor de belegger, voor de directeur, voor de CEO, die gaan we groter maken. En het stukje voor de cashière, voor de klasseassistent, voor de buschauffeur, dat stukje gaan we kleiner maken. En ik vind dat echt wel een rare keuze. Ik zei al, meneer Wagenmakers, ik ga hier natuurlijk op aangevallen worden. Dus, ja, terecht. Nee, maar kijk, waar ik moeite mee heb, laat ik dat maar een keer benoemen. Kijk, ik vind dit zo'n nare tegenstelling. Ik vind dat je in Amsterdam. Maar dat doet u, hè? Maar laat u mij even uitpraten. Ik vind dat je in Amsterdam, of je nou cashier bent of misschien ergens directeur, allemaal een gelijke kans moet hebben op een woning. Ik pas er dan ook voor om dat zo tegen elkaar uit te spelen. Vind ik maar een directeur maar, heeft net wel wat meer. Maar er zit wel een politieke keuze onder, denk ik. En die maakt denk ik helder. Want u zegt in uw verkiezingsprogramma, en ik denk dat dat helpt in uw uitleg, maar dan snappen mensen ook wat u bedoelt namelijk. U zegt 30% sociale huur, dat was 40. En u zegt daarbij, de sociale huurvoorraad is na verkoop tijdelijk kleiner, maar op lange termijn in aantal groter, omdat wij de doorstroom verbeteren. Als ik u hoor, bent u daar niet van overtuigd dat het netto resultaat gaat gaan? Zeker, ja. Maar dan wil ik eerst even Reinier horen op de plan en dan mag u erop reageren. Nou, kijk, weet u wat ingewikkeld is? En dat weet mevrouw Moorman ook. We hadden die eeuwigdurende middenhuur in ons coalitieakkoord staan. Kon niet, omdat we het niet konden betalen. Ik vind het belangrijk, we hebben ook een woonagenda uitgebracht, waar woningcorporaties, pensioenfondsen, zelfs hoogleraar Peter Boelhouwer erg enthousiast over waren. 55 pagina's, omdat ze zeiden, dit kan. Ik verkoop hier een realistisch verhaal. Maar dan moet je wel zo eerlijk zijn dat je marktwoningen nodig hebt. Dan moet je wel zo eerlijk zijn dat je voor iedereen een woning moet bouwen. En dan moet je niet zeggen, we doen het eeuwig duur, want dat gaat uiteindelijk niet gebeuren. Hebben woningzoekers niks aan. Marleen Moorman. Ja, weet je wat ik eerlijk vind? Dat mensen die weinig geld hebben ook gewoon een huis kunnen krijgen. Maar mevrouw Moorman, we bouwen net zoveel woningen in ons programma als we
gedaan hebben in deze periode. Wij schrijven 2700 sociale woningen op, u 3000. We hebben dit jaar met hangen en wurgen hebben we er 2500. Oké, ik wil nu maar alleen maar haar punt laten afmaken. Ja, maar, want ik hoor meneer Van Dantzig net zeggen, ik wil iedereen een gelijke kans bieden. Ik wil een directeur een even grote kans bieden als een cashier. Ja, sorry, zo werken gelijke kansen niet. Dit is nou ongelijk investeren allebei mensen, voor gelijke kansen. Ja, maar een directeur heeft hier wel veel meer kans in deze stad om hier een huis te krijgen. Want die heeft namelijk die zak met geld. En daar zijn inmiddels al heel veel huizen voor beschikbaar. Het is juist het probleem. En kijk, u bent horecaondernemer. Bedankt. En ik weet zeker dat u uw personeel goed betaalt. Ik weet zeker dat een kok of iemand die in de bediening werkt bij u meer verdient dan het gemiddelde salaris van een kok. Maar het gemiddelde salaris van een kok is 2000 euro. Hoe vindt een kok hier in de stad dan nog een woning? En die heeft u ook nodig. Die heeft u ook nodig om uw zaken te laten draaien. Mevrouw Moorman, ik heb het voor u. Het is natuurlijk fijn dat u zich zo verdiept heeft in mijn bedrijfsvoering. Maar ik dacht, laten we het iets sprekender maken voor de mensen thuis. Ik heb even opgezocht. Beginnend verpleger, beginnend leraar, moeten we aanspreken. Mm-hmm. Verdient zeker samen, hè? Want vaak ben je een stelletje, dat komt vaak voor. Nou, de helft van de Amsterdammers. Nou ja, maar ook heel veel wel. 62.000 euro samen. Dat betekent dat je gewoon niet in een sociale woning kan. Dat betekent dat je geen woning kan kopen. U heeft dat eerder in het debat met mij, dat salaris, heel erg rijk genoemd. Ik pas daarvoor. Ik vind dat die mensen ook een plek hebben in Amsterdam. En ik vecht daarvoor. En ik weiger er een karikatuur van te maken. Als ik zeg gelijke kansen voor een directeur, een cashier of een leraar, bedoel ik ook gelijke kansen, ongeacht je portemonnee. Oké, korte reactie en dan wil ik hem nog even verleggen. Ja? Ja, nee, maar het verschil zit dus niet op die middeninkomens. Nee. Daar vinden we ons elkaar echt volledig. Ik denk ook dat het echt gaat lukken om daar veel voor te gaan doen. En misschien nog wel veel meer dan we in de afgelopen periode hebben gedaan. Omdat ik ook zie dat er stappen zijn genomen door D66 op het gebied van beleggers, op het gebied van het puntensysteem. Maar mijn probleem zit wel bij wat u doet met de sociale huur. Want u zegt daarmee eigenlijk, ik maak minder ruimte voor mensen die nu het al heel moeilijk hebben in de stad. Die hier een startende woning zoeken. Die hier gewoon onze eigen kinderen, die ook gewoon in de stad willen blijven wonen op het moment dat ze hier een eigen woning gaan vinden. Maar daarmee maakt u het eigenlijk steeds. U waardeert, Reinier van Danzig's argument dat de doorstroom verbetert en maar dat op die manier gewoon, je het is ook gewoon die waardeert u anders. Ja, maar het is ook gewoon de ziel van onze stad. Ik bedoel, u bent geboren in Amsterdam. U zou moeten weten wie wonen er in Amsterdam. De helft van de Amsterdammers, waarvan u steeds zegt, ja, maar dat is niet goed, die sociale huur, daar moeten we minder van hebben. De helft van de Amsterdammers maakt er aanspraak op. Er is nu al een wachtlijst van 13 jaar. Hoe kom je er in godsnaam nog tussen als u uw zin krijgt en het alleen maar minder wordt? Ja, en uw antwoord erop is die doorstroming stimuleren. Kijk, en mag ik misschien er twee cijfers tegenover zetten? Ja, heel kort. 1 op de 8 woningen is toegankelijk voor middeninkomen. Wat betekent dat? Ja, maar dat die zijn middeninkomens. Nee, maar dat die middeninkomens de stad verlaten. 48,5% is een sociale woning. Dat vind ik geen evenwichtige stad. Ik vind dat je dat dan ook weer evenwichtig moet maken. Dus kiezen maar waarom, voor middeninkomen. Waarom, kijk, wat ik dan niet begrijp, hè, u zegt 30, 40, 30. Als u nou nog zou zeggen 30, 50, 20, dan zou u nog een argument hebben. Dan zou u nu zeggen, oké, ik doe. Oké, maar nu wijst u op de hoogste sector. Dat die dan ook meegaat. U schuift het van sociaal betaalbaar. Ja, maar dat doet u toch? Nee, maar kijk, u heeft het over percentages. Ik heb het over voordeuren. Wij bouwen 2700 sociale woningen. Dat is meer dan nu. Ja, maar, dat is gewoon, maar volgens maar mij, volgens mij raak veel woningen te bouwen, is inderdaad ook meer marktwoningen. Die hebben we nodig in Amsterdam. Tegelijkertijd is er een schreeuwend tekort aan koopwoningen. Dus ik denk dat heel veel mensen denken, nou, iets meer koopwoningen komt mij niet zo slecht. Waarom is er een tegelijkertijd tekort aan bouwen we verder weg de meeste middenhuurwoningen. Maar volgens mij raken we aan iets wat continu in discussies over de woonmarkt gebeurt. Nee, ja, dus dat is ook goed. Maar dat is ook een semantisch verschil waarbij de een het heeft over aantallen en de ander over aandeel. He, en dat gebeurt natuurlijk vaak. En, kijk, aandelen halen we nooit, die aantallen wel. Ja, en het tweede wat ik wil zeggen is dat hier ook nog wel de vraag is, we hebben dan de percentages, maar de vraag is ook wat voor woning is dat dan? Zeker. He, want sociale huur, dat is ook nog, daar heb je, jullie hebben een uitgebreid woonprogramma gemaakt. Jullie hebben daar een, in die zin gaf dat mij helderheid, omdat ik heel duidelijk kan zien wat jullie willen. Ja. En daar zie je bijvoorbeeld in dat jullie zeggen 30% van de sociale huur wordt gereserveerd voor studenten tot 23 jaar. En 30% wordt gereserveerd voor studenten van 23 tot 27 jaar. En 1 tot 2 persoonsgezinnen. En dat zijn woningen tot 55 vierkante meter. Ja. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook een keuze die er gemaakt wordt in welke afspraken je wil maken. Van, hoe zien die woningen eruit? Hoe ziet u dat voor zich?
Nou ja, wij zeggen een deel van de sociale huurwoningen moeten zeker ook groot genoeg blijven voor gezinnen. He, want als we al die sociale huurwoningen heel klein gaan maken, en dat inderdaad niet meer geschikt voor een gezin, dan zeg je al helemaal dat iemand die gewoon... het gaat over modale inkomens, laten we het wel wezen. Met een modaal inkomen, dat is gewoon het meest voorkomende inkomen, daarmee maak je aanspraak op een sociale huurwoning. Dan moet je ook gewoon in Amsterdam je gezin kunnen stichten, en dan moet je dus ook de ruimte hebben. En dan willen we niet alleen maar... sociaal mag dan alleen nog maar een klein hokje zijn. Daar zou ik echt ook echt heel erg mee... Maar goed, dat is ook gericht op studenten, die misschien... Zeker, maar... Maar daar is ook heel veel in geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Er zijn, en ik weet ook dat studenten absoluut ruimte moeten krijgen. Maar ik vind dat een heel deel van sociaal ook echt voor grotere woningen... gereserveerd moet worden. Ik wil nog één ander ding, dat viel mij op. Ik zag dat vandaag en toen dacht ik, dat is misschien nog een laatste pijnpunt wat we even kunnen bespreken. Dat is namelijk bijvoorbeeld coöperaties. Interessant fenomeen, volgens mij. Bent u voor? Ja. Dat zijn bewoners die zelf het touw in handen kunnen nemen om woningen te bouwen. Tegelijkertijd heb je die verdeling van of het nou 30-40-30 of 40-40-20 is, die leidt tot de manier waarop blokken en wijken worden ingedeeld. En toen zag ik een bericht dat bijvoorbeeld een groep die dan in Nieuw-West een kavel wilde gebruiken om sociale huurwoningen zelf te maken, niet door de regels kwamen, omdat dat blok anders gereserveerd was. Toen dacht ik, op wat voor manier willen wij omgaan met die menging in de stad? Op blokniveau, op wijkniveau? Hoe zien we die menging van 40-40-20 of 30-40-30? Wat wij heel duidelijk zeggen, kijk nou naar buurten en stadsdelen en niet naar, dat noem je dan kaveltjes. Dat zijn gewoon buurten waar je gaat bouwen. En wat je daarmee ziet, is dat zo'n wooncoöperatie, wat we allemaal willen, die staat dan precies op het verkeerde stukje stad. Ja. Dat is natuurlijk krankjorum. Dat vind ik echt slecht. Wat je wil, is dat er overal genoeg woningen zijn, een goede mix. Dat kan per stadsdeel best wat verschillen, maar geen misverstand. Hè? Ik kies in Zuid, waar het laagste aandeel corporatiewoningen zijn, liever voor sociale corporatiewoningen. En in Noord, waar het meeste aandeel sociale corporatiewoningen staan, denk ik dat het goed is als je inzet op midden en meer op koop. Okay. Hoe kijkt u daarnaar? Want dat is nou precies zo'n voorbeeld. We hebben de theorie en we hebben de praktijk waar het vervolgens botst. Ja, en ik denk wat moeilijk is aan dit debat, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mezelf daar ook te veel in mee laten voeren, hoor. Want voordat je het weet ga je het alleen nog maar over percentages hebben. Waar het uiteindelijk over gaat is dat je gewoon een fijne gemengde stad wil hebben, waar je door elkaar heen blijft wonen. En dat is nou precies die ziel van Amsterdam. Hè? Dat Amsterdam is altijd die stad geweest waar we allemaal door elkaar heen wonen, waar we naar elkaar omkijken, waar je dat gewoon voelt met elkaar. En dat is ook precies waar we uiteindelijk met elkaar over willen hebben. We moeten het niet over kaveltjes hebben. We moeten het misschien ook wel helemaal niet alleen maar over percentage hebben. Natuurlijk is dat... Nou ja, maar dat is natuurlijk wel de manier waarop mensen vervolgens zien dat zij een plan hebben. Precies. En zien dat dat kaveltje niet... Of het publiek überhaupt nog dan weet waar we het over hebben. En denken, welk percentage hadden we het nou eigenlijk ook weer over? Het gaat toch over Amsterdam? En ik kan hem concreet maken. De vraag is, wilt u mengen op wijkniveau, op buurtniveau, op blokniveau? Hoe ziet u dat voor zich? Ik wil graag dat mensen door elkaar heen wonen. En dat inderdaad de bakker en de bankier gewoon naast elkaar kunnen wonen en elkaar ontmoeten. Dat hun kinderen met elkaar naar school gaan. En dat we een sociale stad blijven waar we naar elkaar omkijken. En woningbouw heeft daar wel degelijk mee te maken. Want uiteindelijk bouw je woningen voor mensen die daar gaan wonen. En dus het is heel belangrijk. Kijk, dit is in die zin een cruciaal debat. Omdat dit gaat over de toekomst van de stad. Dit gaat erover hoe de toekomst... hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien. En daarom ik werd daar net fel over, omdat het me ook echt me raakt. Op het moment dat we zeggen, we laten het aan de markt over, en dat is al zo erg, de woningmarkt is echt overgekookt in Amsterdam. Niet normaal, je komt er eigenlijk niet meer tussen. En als we die markt niet gaan beteugelen, dan betekent dat eigenlijk dat we de ziel van onze stad aan het kapotmaken zijn. Goed. En daarom pleit ik ook echt heel erg, laten we alsjeblieft betaalbaar blijven wonen en huizen betaalbaar houden, zodat Amsterdammers gewoon in Amsterdam kunnen wonen, omdat ze daar gewoon recht op hebben. Wonen is een recht. Ja, als u dit hoort, denk ik tot slot dat u het daarmee eens bent. En ik denk dat we het daarmee eens zijn. Alleen de weg daar naartoe verschilt enorm en dan kiezen wij voor middeninkomens. Ja. En voor de markt. Heel goed. Nou, het is in ieder geval... ik ben in ieder geval gesterkt in de gedachte dat de campagne begonnen is en dat de zoektocht naar verschillen waar u vervolgens op kunt stemmen ook zichtbaar gemaakt is. Ik wil de lijsttrekkers, Rutger Groot-Wassink, Jonas van Lammeren, Marjolein Moorman, Reinier van Danzig, hartelijk danken. Geef een warm applaus.